Hans van Ketel heeft maandagmiddag uit handen van wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen een Schager compliment gegeven. Van Ketel werd tijdens de vergadering van de sportadviesraad Schagen overvallen in de kamer van burgemeester Van Kampen. Nou, ik heb jou altijd als een buitengewoon prettige bestuurder meegemaakt. Wel volhoudend en af en toe lastig, moet ik ook zeggen. Maar dat hoort ook bij dat vak volgens mij. Maar altijd wel vanuit een positieve mindset. In deze gemeente hebben we sinds een half jaar, geloof ik, het compliment. Ik wil je namens het gemeentebestuur het compliment uitreiken. Leuk. Hans van Ketel, 2012 een koninklijk lintje en nu een lintje van de gemeente vereerd. Hartstikke leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Het is een stukje waardering en nou ja, dat is voor de sportraad is algemeenheid natuurlijk, want het is niet alleen voor mij. Het is ook een teken van erkenning voor de sportadviesraad en dat is ook belangrijk, denk ik. Want sportadviesraad heeft de afgelopen jaren heel veel werk gedaan, vooral als het gaat om het accommodatiebeleid. Hè? En het subsidiebeleid zeker. Het heeft ons een heel veel tijd en heel veel energie en een gigantische stapel aan documentatie gekost. Waarom stop je ermee? Nou ja, weet je, ik ben 7 jaar voorzitter geweest van de industriegroep in Schagen. 7 jaar voorzitter van de folklore en nu 8 jaar van de sportadviesraad. Dit is nu bijna afgerond en dan vond ik dat een mooi tijdstip om dat over te dragen aan een ander. Ja. En je hebt een goede opvolger gevonden? Absoluut. Ik heb de volste vertrouwen in dat hij die kaart verder gaat trekken, want er moeten nog een heleboel dingen gebeuren. Want ook het accommodatiebeleid zoals nu is vastgelegd of wordt vastgelegd, dat moet straks ook gecontroleerd worden. Daar moet je heel alert op zijn. En de komende jaren zullen er toch een aantal dingen binnen de sport moeten gebeuren. Ik ben een erg groot voorstander van een fusie tussen Schagen en SSC. Wat moet gebeuren? Daar zitten een heleboel goede dingen in, denk ik. En er zijn wel meer dingen die op de rol staan om bekeken te worden. Dus aan werk geen gebrek, denk ik. Nee. Ga je daar als eerste voor inzetten, die fusie tussen die twee Schager voetbalclubs? Nou ja, dat weet ik niet. Als ik ervoor gevraagd word, dan zal ik erover nadenken. Maar dat zal ik alleen maar doen als ik dat samen met Mike mooi kan doen. Want anders doe ik het niet. Ja, want lovende woorden ook voor hem. Hij zit absoluut Nog steeds in de sportadviesraad. Ja, absoluut. Nee, zeker lovende woorden. Dat heb ik net uitgebreid gezegd. Ik zal het niet meer zeggen, anders krijgt hij capsones. Dat is ook niet goed natuurlijk. Maar nee, dat zou ik heel graag doen. Als dat zo aan de orde is, samen met hem. Want de mogelijkheden zijn er. Waarbij ik vind dat er eerst een zo goed businessplan gemaakt moet worden voor zoiets. Want iedereen roept maar wat van ja, we moeten fuseren, we moeten dit, we moeten dat. Dan zeg ik altijd maar nou, zet het nou eerst eens op papier. Ga er eens even over nadenken. Vertaal het eens even financieel. Ga nog eens een keer met de wethouder over praten. En dan, als dat inderdaad positief is, nou, ga dan dat naar buiten brengen. Niet eerder. Het heeft nu geen zin. En hoe groot schat je de kans dat dat gaat lukken? Nou ja, er liggen al heel wat problemen op de weg. Want ze moeten fysiek bij elkaar kunnen passen. Want als ze fysiek niet bij elkaar kunnen passen, op de een of andere manier, dan wordt het niks. Maar goed, dan zou je de rugby zou je naar het Schagenveld kunnen doen. En je zou de Rangers naar het Schagenveld kunnen doen. En de hockey naar het Schagenveld. En Schagen naar de SSC-omgeving. Je hebt er al flink over nagedacht, hoor ik. Absoluut. Goed, nu maar even afscheid van de sportadviesraad. Hoewel ik heb begrepen dat je nog niet alles neerlegt, hè, als het gaat om je werkzaamheden voor de raad. Nee, er moeten nog een aantal dingen moeten gebeuren. Met name dus met betrekking tot de huurovereenkomst. Nou, dat wil ik graag afronden, want daar heb ik volop in gezeten. En dan wil ik Frans helpen om dat af te ronden. En als dat nou gedaan is, dan is het echt is het stoppen. En wat Frans zei, ik ben altijd bereikbaar natuurlijk. Ik woon er vlakbij. Wat wordt de volgende uitdaging, Frans van Ketel? Nou, voorlopig niks. We hebben kleinkinderen.